Dus deze game gaat iets doen met of dan wel die tijdlijnen aan elkaar binden, want je ziet bijvoorbeeld ook dat hij een zo nice zwaard vast heeft in plaats van een master sword. Dat ook nergens op slaat, want dat heeft hij ook nooit, en het speelt zich in Link to the Past af, terwijl het mij qua gameplay doet denken aan Oracle of Seasons. En over gameplay gesproken, het is helemaal geen Zelda meer. Het is iets compleet nieuws, en ik kan hier nog uren over doorgaan. Ja, ik zie het. Ik vind het prachtig hoe jij dit allemaal voor ons... een verse pauwpraat hier op je favoriete podcastplatform of gewoon lekker op YouTube. Je kijkt naar deze knappe mannen, Ron Vostermans, Cody en Martin, dat ben ik. Uh, we gaan beginnen. Uh, eerst even, Jacco is vrij. Jacco is op ja. vakantie, dus we hebben de andere helft van bonuslevel ingeschakeld. Want het was gisteren voor ons, gisteren voor jou, eergisteren was er een... Uh, nee, nee. Tend ik moet het goed zeggen. Ik zeg altijd niet al Nintendo. Het Ni is Nintendo. Je <laughs> dus Ni mag Nintendo zeggen. Wij komen er al twee jaar mee weg. Ja, dat is waar. Nintendo Direct. Dus daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Uh, Ron is weer terug in de wereld van Elden Ring gedoken. Uh, ik heb ook wat spelletjes gespeeld. Maar eerst ben ik toch wel benieuwd naar je hoogtepunt, Cody. Mijn hoogtepunt is natuurlijk dat we nu zo diep als we kunnen in de RCU zitten. Dit is de crossover aflevering. Ik Dit bedoel, is het een... is nog niet die Avengers aflevering. Maar we hebben Ron en Erik, Powerpraat. Ja. En bonus level. Dit is je hoogtepunt? Dat is wel voor de afgelopen vier minuten mijn hoogtepunt. Ja. Oké, okay. rond. <laughs> ik wilde hetzelfde gaan zeggen. Is dat Niet flauw? Ja, dat is flauw. <laughs> ja, ik, ik heb het altijd over de RCU. Klopt, Aclascere. bij Ronald zeggen dit heel erg hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk dat jullie de enige op aarde zijn die hier bezig zijn. <laughs> ik vind het belangrijk. Ja, hebben hebben we nu alle gaming-podcasts van Nederland? Hebben we die hier nu centraal? Of hebben we nog <laughs> meer mensen nodig? Joe. Oh, jo bedoel, oh, Joe, we, ja, hebben, we, Joe hebben, nog we hebben Joe nog nodig. We hebben hier Joe. Een, Joe kan er nog bij zitten? Ja. En dan hebben we we nog hebben een... er nog meer. Ja. Ik was laatste gast in een Belgische podcast samen met Erik en die deed het op Twitch. Maar ja, is zijn wat beleefder hè, dan Nederlanders. Ja. En ik heb dan echt het gevoel dat ik daar gewoon echt overheen stoom als gewoon dat ik binnenkom en dat ik gewoon heel die podcast overneem. Bier of de mixer 10 op de mix. 10 minuten, ik het over poepgrappen. <laughs> over België. Hadden ze daar nog porno in het bos of hadden ze dat daar niet? Dat heb ik niet gevraagd. Dat oh. vind ik een onbeleefde vraag. Dat, dat vind is ik onbeleefd. wel waar. Dat is wel waar. Misschien kan je de volgende keer over Slowakije beginnen of zo. Als ijsbreker. Dat is misschien wel leuk. Hoezo, Slowakije? Je hebt toch gewonnen van België? Oh ja, in het EK. Oh, lekker hè. Dat is mijn hoogtepunt van voetbal, de week. Het, het EK. het eetbozer. Holot! <laughs> ik zit er zo diep in. Ik heb alles gekeken. Het is ongelooflijk. Echt waar? Ja, alles? Ik, alles. Wow. De enige wedstrijd die ik niet helemaal gezien heb is roemenië Oekraïne, Want dat was op werk. En dat moet ik dingen doen. Maar, hm. mm. nee, Ik heb ook alles gezien. Ik leef hiervoor, man. Ja. Ja. Lekker ja. al die potjes meekijken. Het is toch geweldig. Ik hou van de zomer. Altijd is er wel een sportevenement bezig. Wat je ja? gewoon aan kan zetten. en Gewoon breindood kan kijken. Dat is toch heerlijk. Is ja, man. EK, Olympische Spelen straks. Uh, Tour de France. Wat roepen. de hel? Ja. Dat is ook nog. Ro Roland Gogols ja. hebben we net gehad. Wanneer begint de Olympische Spelen? Weet iemand dat? Een beetje. Over een aantal weken. Uh, juli? Dus we gaan letterlijk direct over in de Olympische Spelen. Ik geloof het. Uh, ja. Dan yes. hoef je toch niet op vakantie. Dan toch ik weet niet blijven. of dit klopt. Ik hoop wat ik zeg klopt. Maar volgens mij wel. In dat. Parijs. Ja. Olympische Spelen, Parijs. oost 26, 26 juli. Dus het is heerlijk. Mogelijk. Dat ja. is echt fantastisch nieuws. Ja, heerlijk. Ja. Kunnen lekker geschreeuwen naar mensen die met zwaartjes aan het zwaaien zijn? En zeggen dat ze harder moeten rennen terwijl wij. Naar de koelkast lopen. Precies. Zeg maar. ja. Best, beste Harder! Tijd, beste tijd. <laughs> maar, maar dat is dus uh, je hoogtepunt uh, rond de EK. Nou, ik vind dat wel. Ik vind ik, ik niet daar wel met volle tuigen van. Ik vind ja. dat echt lekker. Zet je TV'tje aan. Ben je, ben je tot 11 uur uh, zit je goed. Ja. Nergens heen. Ja, dus, het is ook meer dan alleen de wedstrijden. Hè. Ik vind ook het studioploegje is leuk. Er gebeurt van alles. Ja, van die kleine precies. quizjes en kleine spelletjes. Ja. Dag. Ah, maar, ja. maar heb, je dan al, heb je dan ook een hoofdbandje om? Een zweetbandje van Memphis? Oh, ik was zo schijtziek van die fucking kuthoofdbrand waar mensen over vallen. Wat is dit nou? Het is zo Nederlands. En ja. nu is het dus een commercieel ding geworden. Dat ja, is ook weer Nederlands. Tuurlijk. Ik zag een biermerk. <laughs> ik zag meteen duizenden van die dingen laten ja. maken. Ja. Ach ja. ja. Maar ik vind het geweldig. En Nederland. Ik, weet niet, ik heb nieuws. Worden we worden Europees kampioen. Ja. Ik heb uh, een analyse op losgelaten. En die gaat zo. Holland. We worden kampioen. Gefeliciteerd, <laughs> Holland. Goed, man. Mooie analyse. Ja. 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 Um, mijn hoogtepuntje was denk ik vorige week. Ik was naar de. Uh, terwijl jullie hier aan het zweet waren in deze studio om naar Ubisoft te kijken. Dat nee, was werken nee. volgens mij. Dat was echt werken. Ja, dat was werken. Het zag er wel vet uit hoor. Die SS-suite zag er goed uit. Uh, maar ik was naar de première van uh, HBO Max van House of the Dragon. En waar ik de eerste aflevering ook uh, mogen zien. En die heb jij volgens oh. mij ondertussen ook gezien. Ja. Dat is insane toch? De, uh, maar ik heb dus een week lang mijn bek moeten houden. jullie kippenvel als ja. je het benoemt. Dat slaat nergens op ik moest me een week lang mijn bek houden omdat jullie hem nog niet hadden gezien maar het is in die laatste 10 minuten heb ik serieus met mijn mond open ja. zitten kijken en ik was dus als jij zo hyped bent over iets waar ik het idee heb van dit is niet per se een hoek waar je echt in zit Game of Thrones of zo Nee, Game of Thrones wel oké okay. dus de enige beetje fantasy in mijn leven wat wat okay, leeft okay, uh. dat verklaart. maar ik zag jou zo enthousiast ik dacht wat is dit voor aflevering de ja. eerste dertig minuten dacht ik hard maar daarna? Oh, ja, dat daar gaat los. Hè? Nou ja, wat, wat ik al heel mooi vind, hoe het begon. Ik, uh, de, het begon met een opening shot van Winterfell. Uh, daar ook de bijpassende muziek. Daarna zag je de muur. En daarna ook weer de, de bijpassende muziek. Ja. En daarna kwam ja, er weer even. Er zat een soort van opbouw in. Maar daarna ging het los, jongen. Ik heb het van de week nog een keer met mijn vrouw zitten kijken. Zij zei ook van: hé, hey, wanneer is nieuwe aflevering? Wanneer is nu Ja. Het is uh, een beetje red-winning, alleen dan op een, op een andere manier. Het is zo stevig goed. En het betaalt zich echt uit dat ze dat hele eerste seizoen was nu super moeilijk om erheen te komen. Want ja. je maakt elke aflevering bijna een tijdsprong van vijf jaar. En dan wordt er gewoon de hele tijd gerecast. Maar nu zijn we dus eindelijk op het punt. Seizoen 2 is begonnen. We weten de kast. Voor de van de serie, ja. eindelijk. Je ja. weet zeg maar wie er belangrijk gaan zijn. En dat uh, Game of Thrones tempo zit er goed in, zeg maar. Dat is echt sick. Ik kan niet wachten. Nee, maar dat ja. was uh, vorige week. Uh, ik, mo ik mocht erbij zijn. Ik zat in, in die zaal. Ik zat te genieten. Maar het is ook wel leuk om je, als je dat dan met een paar honderd man zit te kijken. En vrouwen ook natuurlijk. Uh, er zitten natuurlijk nog wel wat, wat scènes in dat je denkt van, oe, Yeah. Zou ik mijn kinderen niet daarbij laten kijken? <laughs> dan zie je dan heel ongemakkelijk met de grote zaal te kijken. <laughs> dan, krijg je, dan krijg je nog een, een beest, krijg je nog een schop. <laughs> mensen werden oprecht boos. <laughs> en daarna natuurlijk die laatste scène waarvan je denkt: van, Oh, ik heb nog nooit zoveel groepjes zien ontstaan. in een zaal waar mensen tegen met elkaar even moesten gaan nadenken. Holy shit. Ja, ja. Wat, wat wat een, het betaalt echt uit nu. Heel Game of Thrones is weer terug. En dat, wat die dat die van die eerste aflevering: Inderdaad, The Wall krijgt te zien, Winterfell. Ja de fa familienamen worden wat high keer gedropt. Mm -hmm. Het was eerst van oh dat zou wel een Stark zijn. Nee, boom. Dit is Stark en uh, zij ja. bepalen dat er één keer per maand iemand naar de Wall moet. En dat is dan een hele. Dus je ziet ook zeg maar die verschil met hoe er met om, om wordt gegaan nog met de Watch. en dat het heel belangrijk is en ja. de belangen en. De wereld gaat kapot. Alleen maar omdat één familie zoiets heeft van. nee man, hij moet eigenlijk koning zijn. En dat is zo'n heerlijk balans. In net, die echt. Ja, net, net echt. Net echt. Mooi, mooi. Ik, ik begrijp niks meer van dit gesprek sinds een minuut of drie, denk ik. Drakenkastelen, drakenkastelen, wow. vuur, hap. Uh, 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 het zou echt. Het, het, jij gaat het heerlijk vinden. Het is eigenlijk een. Uh, ja, een ja, het is een soort van Brabant, maar dan. <tus> <tus> in de serie. <tus> het is een soort van. What? Ja. Maar ik denk, als, jij, uh, als je House of the Dragon gaat kijken, dan denk je van... Oh ja, dat is, uh, is gewoon eigenlijk Brabant wat ik hier naar nou zit ja, kijken. Ja, dat denk ik ook. Ja. In ieder geval wel qua ook zeg maar hoe het eruit ziet. Ja. De omgeving en zo. En de kastelen komen. Hoe mensen met om elkaar, elkaar omgaan. Een. Ja. 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 Dus ja dus ik ben, ben we... benieuwd. Ja, zeker. Maar sowieso, uh, uh, dit is een gekke week. Niet alleen uh, qua gaming. Want Elden uh, Elder Ring is uit. Uh, Nintendo Nintendo Directje. Maar ook qua, qua series komen we echt niet te kort. Uh, the Boys is weer begonnen. Seizoen 4. Ja. Uh, wat ook tering hard is. Ja, ze gaan weer nog harder Tiefens die politiek hard. in. Hè? En uh, hoe, hoe kunnen jullie zoveel series kijken? Wij ja, gamen niet zoveel. Kom. Jij hebt net 180 uur in de gestoken, Wij hebben hetzelfde gedaan, alleen dan in de serie. Jezus Christus, wie heeft de tijd? Dat is waar, wie heeft de tijd? Maar dat is dus ook een beetje een ding. Je ziet, uh, ga ik even een hele gekke, gekke sprong maken hoor. Maar je ziet, uh, uh, als je op LinkedIn opent, zie je allemaal uh, marketeers over elkaar heen vallen, waarom tv niet meer werkt en waarom dat niet meer werkt. Maar ja, er is nu zoveel entertainment links en rechts. Mensen hebben geen tijd meer om televisie te kijken, omdat ze series aan het binden zijn op een, op, een, op, een, op een ding. Maar heel vaak worden games gewoon vergeten. Weet je, die tijd die jij steekt in gaming, die heb je niet om dan naar een tv-programma te kijken of naar een serie te kijken. En dat wordt heel vaak vergeten. Dat, ja. is dat mensen ook gewoon dat... belachelijk veel tijd steken in videogames. Is dat is toch goed? Ja, Gaming dus... is beter. Gaming is het superieure medium. Daarom. Dat ben ik wel met je eens, ja, maar ik eens. vind de balans erin wel fijn. Ik heb echt wel een maand dat ik bijvoorbeeld nauwelijks game... en een maand dat ik nauwelijks films kijk of series kijk. Ja. Want de ene keer denk je om tien uur van, hé hey, luister, ik doe nog één potje. En dan is het half twaalf, dan ga je niet nog een serie kijken. Ja. Maar als je voor jezelf de beslissing maakt om na het eten iets te gaan kijken, dan heb je ook een topavond hoor. Ja. Dan ben je gewoon drie, vier series aan het kijken. terwijl je samen op, op de bank in slaap valt er richting bed gaat. Dus... Ja, maar ik heb nu ook een heel, heel gek schema. Ik uh, kom dan thuis even eten, even, even nog een half uurtje hangen met de kids. En dan hun uh, onder de douche en uh, naar bed. Dan ga ik even gamen dan met Melanie even een serietje kijken... en daarna nog even een boek lezen. Want dat hey. kan ook nog. Je kan nee, ook is... nog een heleboek lezen. Dat is, dat is gewoon leven. Dus, ja, het is een gekke mix van entertainment. Er is zoveel te doen. Want, Weet je wat wel grappig is ja. als je naar dat boek gaat, naar je film en naar je game? Hoe fucking langzaam dat gaat. Dat je gewoon ja. 60 pagina's aan het lezen bent en er is één gesprek in een kamer ja. geweest. Maar dat is ook wel weer fijn. Ik, ik vind uh, dat heerlijk. Verschillende ja. soorten pacing heb en, ik. hou er uh, echt van. Maar goed, uh, de wereld van entertainment draait door. We hebben dus uh, The Boys, we hebben uh, House of the Dragon, maar ook The Bear Seizoen 2 komt eraan. Ecolight. Er is zoveel te doen en te kijken. Uh, het is. Uh, het is uh, het is lekker, maar over te doen en te kijken gesproken, laten we eerst even... Uh, wat willen jullie eerst? Elden Ring of uh, Direct? Ron mag kiezen. Maakt me echt niet uit, maar ik denk dat Elden Ring... Jij kan wel ik even win. een monologie gebruiken, Ron. Nee, ja, ja ik kan, kan wel iets zeggen ja. over Elden Ring. Ik die game, heb gerecesseerd die game voor tweekers. Cijfers? kan zeggen. Nou, de tweakers geeft geen cijfers. Oh, maar nee, ik heb hem ik wel excellent gegeven. Oh, tien. Ja, excellent. Ja, vijf. Tien? Hard. Nou ja, als ik hem op de schaal van gamer zou moeten recesseren, zou ik hem een 10 geven. Ik vind hem beter dan Heldering. Dus, so. uh, en wat ook leuk is om te zeggen, is: het is gewoon een volledige game. Het is serieus gewoon een volledige game. Miyazaki is een leugenaar. Hij zei: het is even groot als uh, Limgrave, zei hij. Ja, inderdaad. Maar het zijn er 10 op elkaar. Ja, dat is wat ik uh, hoor. Ja. Dat hij heeft, heeft gestapeld. Hij valt te spelen. <laughs> dus dat is echt wel een dingetje bij die game. Ehm. Um, en dat zei de gast van de Washington Post ook heel mooi. ...ja, Het zijn er gewoon vijf op elkaar. En um, ik heb dat nu. Ik heb zeg maar de game uitgespeeld. Uh, in ik denk 30 uur. Hm. Heb, nu, heb daarna nog 30 uur rondgelopen. En ik heb nog steeds de laatste map piece niet. Wat voor Elden Ring spelers raar zal zijn om te horen. Die denken nu hoe kan dat? Want je ziet er gewoon op de map waar je heen moet. En dat is eigenlijk het ding, de ster van de show is hier. Kijk, het is niet de hoeveelheid wapens, hoe de fuck cares, die game had al heel veel wapens. Het is niet dat je nieuwe speelstijlen hebt, want als je dit luistert, de kans dat je nog niet eens alle speelstijlen nee. van Elden Ring 1 hebt ontdekt, is aanzienlijk. Wat deze game goed maakt, is design. Het is het design waar we van houden. En deze game is het beste design wat From Software tot nu toe heeft gemaakt. In de okay, game maar... die ik ervan heb gespeeld. In die gaan we in geval. even parkeren, maar ja, ga verder. Ja. Daar want... wil ik graag op reageren over twee weken. Want? Ik heb nog niet gespeeld. Ik heb nog niet gespeeld. Maar het beste design van een From Software game... dan vind ik gewoon ja. wel een flinke uitspraak die je dan zomaar erin gooit. Ja, want dan heb ik het over zoveel level design. Over map design. Deze okay. wereld is zo intricate en dense. Het doet zo erg denken aan Dark Souls 1... alleen dan op een grotere schaal. Dus de pacing van deze game... en dit is dus wat ik bedoel met... ik heb de laatste map piece nog niet. Mm -hmm. Het is een beloning om daar te komen. In, het is een... Je, je Er is... Zeg maar, oké. Okay, dus dit is de, deze game. Komt in een gebied, je denkt dat je alles gedaan hebt, dan loop je een bospad in, kom je in een tunnel, kom je aan de andere kant van de spelwereld uit. Dan denk je, what the fuck? Dan denk je daar, oh, ik heb alles gedaan wat ik hier kan doen. Kom je bij een bos, versla je die bos, zit er achter de bos een tunnel, kom je weer aan de andere kant van de spelwereld uit. En zo gaat dat maar door. Deze game is een aaneenstapeling van, oh, what the fuck, ik dacht dat ik alles hier gedaan had en er is nog meer. En dat komt gewoon omdat die heel verticaal is, die spelwereld, Juist. en heel gelaagd. Dus over een, in een klein gebied is alles heel dense en intricate. En het is bijna wonderbaarlijk hoe vaak deze game mij op diezelfde manier verrast heeft. Dus hoe vaak ik dat, die cyclus heb gehad van, ik heb hier alles gedaan, oh nee, toch niet. Um, en dat is uh, wat ik vooral, mijn grootste takeaway is, is echt het level te zijn. Het is opnieuw fucking mooi. Het is echt de art direction is schitterend. Uh, die game zet je een beetje op het foute been door je te laten openen in een soort van een hele donkere, duistere wereld. Maar uh, uiteindelijk is er superveel variatie. Superveel kleurgebruik ook. Ook in deze wereld wil de zon nog wel eens schijnen. Maar denk je dan dat de, de From Software, laten we zeggen, uh, uh, kritische personen. Uh, ik moet denken aan Simon, die Eldering helemaal niks vond. Uh, ik zit zelf een beetje tussen het is fantastisch en het is helemaal niks in. Ik vind het een hele goede game. Maar Eldering is bij far wat mij betreft, niet de beste From Software game. Het opent oh, het wel, voor een nieuw wel. publiek. Ja, maar ja, welk, hoeveel heb je er gespeeld? Rond drie. Uh, ook, ik zit denk ik ik heb Daxos 1 gespeeld Daxos 2 niet Daxos Souls 3 triremaster uh, heb ik wel gespeeld ik heb Demon's Souls gespeeld heb je ik heb Sekiro gespeeld, gespeeld ja oh. uitgespeeld dat was de, de opening van pot je vindt Elden Ring beter dan Sekiro ja wel veel beter ik zou okay. eigenlijk waarom. Eldering heeft nog steeds. Het, ik vind het verrassend dat je dat zegt. Kijk, dat Simon Eldering niks vindt. Bij Simon is het gewoon de stuiver opwerpen hoe zijn pet die dag staat. ik nee, zeg niet dat ik Eldering niks vind, hè? Absoluut niet. Ik nee, zou het nee negen maar, afgeven, wat, ik daarmee maar. Wil zeggen, wat ik daarmee wil zeggen is. Kijk, ik kan me bij voorstellen dat hij niks vindt. Ik geloof dat er mensen zijn die op dat moment zeggen. Mij doet het helemaal niks. Maar is het objectief qua design de beste Front Software game? Ja, dat vind ik wel. Want ik vind het allerbeste aan deze spelwereld, en dan heb ik het over Ring 1, hè? dan heb ik het nog niet eens over Shadow of the Earth. Yeah. Tree. En daarom zeg ik het is een stijver opwerpen. Omdat op het moment dat je niks vindt, ja tuurlijk, kan ik begrijpen. Maar je kunt niet wegnemen van deze, van zeg maar de hoeveelheid worldbuilding en hoe die inhaalt op de R-direction. En hoe hmm. je steeds in een nieuw gebied komt. En dat gebied opent weer talrijke nieuwe opties binnen dat gebied. En wat ik ook fijn vind, kijk bijvoorbeeld in Sekiro, je bent jezelf uren aan het... Fucking, je bent aan het inrammen op een muur, steeds. Die game werpt een muur op en je ramt daar onophoudelijk op in. En er is geen manier om die muur heen, anders dan hier gewoon beter te worden. Yes. En dat, dat, dat is vet. Ik vind dat ook vet. Eldering. Is een game waarvan je gewoon af en toe kan zeggen. Ik heb hier nou geen zin meer in. En dan ga je gewoon iets anders doen. En dan kan dat. Want die wereld is zo fucking groot en intricate. Dat er altijd genoeg is om te doen en te beleven buiten die main bases om. Ja, maar en dan keer je dus, ja. terug. En dan hoef je niet à la bloodborne een halve kilometer af te leggen om naar de eindbaas te rennen. Want je spant er gewoon direct voor. Het is nog steeds tergend moeilijk. Maar het is niet onaardig. En dat nee. vind ik qua design beter. Ja, nou daar uh, dat kan ik. Weinig tegen inbrengen, behalve dat het natuurlijk altijd afhangt waar jij op aangaat. Ik wil juist dat, dat ze mij in een gangetje gooien en uh, direct met de environmental storytelling duidelijk maken... je moet hier door deze gang en er komt straks een of andere grote prullenbak op je nek... je zoekt het maar uit. Dat is waar ik aan op ga. En uh, wat ik lastig vind, en dat is ook een stukje dat je altijd even dwars wil liggen natuurlijk... maar dan heb je gesprekken met mensen. En dan deel ik het avontuur dat ik geschreven heb... waar ik echt wel vier, vijf uur bij Millennia vastgezeten heb. De Elden Beast met twee klappen verslagen heb. Uh, het heel lastig heb gehad tegen Mork, de Bloodlord. En dan niemand met wie ik praat... Herkent bijna die naam. Natuurlijk herkennen ze Millennium Elden Beast Maar die losse sub zoals Godric en zo, die allemaal superleuk zijn. Ligt er maar net aan of dat voor jou een difficulty spike was. Omdat Eldering je het zelf laat invullen. En dat is aan de ene kant heel waardevol. Want daarom kan ik het nu ineens met Jacco Peek over Eldering hebben. En over een From Software game. Dus dat vind ik fantastisch. Aan de andere kant heeft het mij niet op dezelfde manier geprikkeld, getriggerd. om die art of perfection te verkennen. Binnen een game met hele interessante spelmechanieken. en hele exacte controls. die het niet mooier maakt dan dat het is. Dus daarom vind ik Eldering eigenlijk een Souls Light. En. Qua level design: een Sekiro waarin verticaal en horizontaal even goed te verbreden is. En ook overal in elk kamertje, achter elke bosvijd, zit nog een bosvijd of nog een geheim pie. Nou, als je daar de platinum voor wil gaan halen, dan ben, je, dan ben je ook elk hoekje aan het uitkomen. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd. Maar ik zal niet ontkennen: ik heb dit gesprek ook met Dwayne gehad, die hem voor pu heeft gereviewd. En een 9,5 heeft gegeven. En hij zegt van: als ik jou zo hoor. ...moet jij gewoon even deze DLC gaan spelen en gaan wij daarna over Elden Ring hebben. Want nee, ik denk, ik denk dat helemaal dat ze... niet dat dat werkt. Waarom zou je die DLC dan wel leuk vinden? Absoluut niet. Ik denk dat je die DLC dan het zelf, precies hetzelfde van vindt. Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom je dit niet zou vinden over deze DLC. Nou ja, omdat jij dus, dus net aangeeft dat het compacter is en meer gelaagd. En in Elden Ring ja, ben je natuurlijk wel vergelijkend met gate... je gaat op vakantie in Tokio... ...of je gaat op vakantie maar, in Noorwegen. Dat is wel een verschil. Maar Gatekeept je niet... Het gatekeept je nog steeds niet. Het is niet alsof je in een gangetje wordt gegooid en je komt in een, een fleshals terecht. En uh, vervolgens uh, weet je waar je moet zijn. Dat is het gewoon niet. Nee. Dat, dat is gewoon niet ook wat het moet zijn, vind ik. En ik zal zeggen, ik snap het wel als je het fijn vindt dat je weet waar je staat, omdat je uh, nou in een gangetje staat en je weet dat daar de eindbaas komt. Maar um, als ik dan een open wereld wil spelen, wil ik dit. Ik wil dat mijn nieuwsgierigheid beloond wordt. Ja. Op het moment dat ik ergens heen ga, ja, omdat dat ik de denk, oh, dat is heel Echt erg vet. Ja. Om, omdat ik ergens zie iets in de vechten waarvan ik denk, oh, dat zou wel eens vet kunnen zijn. Dat de game de belofte inlost en dat daar dan ook ja. daadwerkelijk iets vets zit. Ja, dat Andere is game een Andere game die, die dat heel goed doet. En dit is filosofisch ook gewoon door From overgenomen van Zelda: Breath of the Wild. Want daar is het, dit is gewoon die design filosofie. Tuurlijk. Alleen Elden Ring combineert dat met alles waar een Front Software om geprezen wordt. En de spelwereld van Elden Ring is daar het podium van. Dan heb ik het over de lore, de mysterieuze verhaalvertelling, de worldbuilding, de art direction, de pittige moeilijkheidsgraad uh, en natuurlijk het, de, de, de verschillende speelstijlen om alles uh, zoals in Dark Souls te beslechten. Ja. Nee, ik kan, ja, daar ben ik het mee eens. En er zijn nauwelijks games die. Uh, bepaalde vistas op dezelfde manier belonen. Uh, dan dat Eldering doet. dat op moment Eldering doet. Als jij in Limgrave heel ver in de diepte kijkt. en je ziet die berg en een soort slangenpas met een kasteel. dan ben je daar de komende 50 uur, als je het ziet, ben je ermee bezig. en in het 60ste uur loop je op die slangenpas. in dat kasteel. en denk je, holy fuck, het is allemaal echt. Dat kan ik je absoluut niet ontnemen. en daarom vind ik Eldering ook absoluut een golden word. Uh, maar het is geen tien voor mij. en uh, ik hoop dat ja. Shadow of the Earth Tree. Um, ja, mij op een andere manier kan enthousiasmeren dan Eldering Day. Ik denk dat dat dan een lastig verhaal wordt. En dan kom ik toch weer terug op wat ik zei. Wat je zegt. Kijk bijvoorbeeld bij Simon. Als je het niks vindt. Vind je het gewoon niks. En dit ik is vind geen hè. Ik... ik vind het fantastisch. Oh, ja, maar nee. Ik heb het over maar. Simon. Je zei die vindt ja. het niks. Nee, ik vind je nog Ik heb veel helaas, plezier laatst, beleefd aan, aan Bloodborne. Ja, dat, 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 dat is dan. Dat, dat, dat is... En ik denk voor heel veel mensen. Dat zal gewoon een dubbeltje op hebben zijn van. hey, Vond je Ring leuk? Ja, dan vind je het leuk nu. Vond je het niet leuk? Vind je het niet leuk? Het is vrij simpel. Het is in de kern gewoon DLC. Ik vind het heel hypocriet. Dat mensen dan soms gaan zeggen. Oh, deze vinden ze wel vet. Nee. Nee, hmm. dit, dit is wel meer L.A. Misschien vind je het vetter. Ik vond het vetter. Maar zeg maar, dit gaat je niet tellen van... ik vind het een 7 of een 8. Nou, oh, dit is echt nou een 10 opeens. Okay. Maar het kan zijn dat je petter opeens anders dan staat. Anyway. Over anyway. petter gesproken? Over je het het nog is even wel heel af... goed. Okay. Ja, ik wil wel zeggen, het is wel echt heel goed. En het is een goed instapmoment, denk ik, voor mensen... omdat de zeitgeist rondom onder eldering weer aanzwelt. Probeer het gewoon... Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, ook van tevoren kunnen, die ook zullen beamen dat ze van tevoren dachten. Ik dacht dat het niks voor mij was, en het was toch iets voor mij. Want um, ja, ja, goed, zo'n game is het wel. Ja, zoek ook even ik. iemand op die het wel speelt en ga met hem appen erover. Dat is echt zo leuk. Als je die game gaat spelen, ja. Mijn als je... Vrienden zoeken ook. <laughs> ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Uh, um, we gaan even door over de Nintendo Direct. Die was voor ons gisteren, voor jou eer gisteren... als je dit luistert, op donderdag. Um, die werd een dag van tevoren aangekondigd. Ja. Toen, toen werden mensen de Hype Train Jacco... werd, werd aangeslingerd. Nou, uh, we waren niet zo hype, maar ja, het werd wel aangeslingerd. Het werd aangeslingerd, om vier uur ging het los. Uh, jullie zaten te kijken live op Twitch. Ik slingerde ook mijn TikTok-stream aan. Er zaten ook mensen mee te kijken. Die zijn dan wat jonger. Uh, die, die, uh, die zitten wat minder... In de, in de Nintendo-lore dan dat uh, jullie zitten. Uh, we kwamen eruit. Um, ik zag alleen maar enthousiaste reacties in de, de appgroepen die we hebben van Pu en uh, de nieuwsdiensten. Mensen gingen helemaal los, die kwamen klaar. De, <laughs> dat soort dingen. En, um, <laughs> okay. Ik zette mijn streampje uit en mijn consensus. Ik was, uh, nou ja, ah, ik was minder enthousiast uh, hmm. dan jullie. Maar um, Zo waarom? Goed was het nou toch ook weer niet, toch? Oh sorry, ja. ik ga verder. Ja, okay. dus, dus mijn vraag aan Cody: waarom ben jij wel klaargekomen? Nou, kijk, het is natuurlijk altijd lastig bij een direct of bij een state of play of zo, dat je verwachtingsmanagement doet. Dat doe je voor jezelf, dat doe je met z'n allen, dat doe je op Twitter. En dan is Ronder die een voorspellingslijstje deelt die aansluit op wat jij denkt. En dan creëer je dus ja. een vrij concrete uitkomst al in je hoofd van wat het wordt. Uh, en zeker, nu we in jaar zeven zijn, product levenscyclus van de Switch, is het nu echt uh, ja, voorbij, volgend jaar, mm -hmm. in maart gaan we switch 2 zien. Dus wat hebben ze dan nog liggen, liggen die, 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 uh, die Ventjes in Kyoto? Wat ligt er nog op die plank daar? Dat is wat je denkt. Dat is wat je je afvraagt. En je verwacht dat ze dan dingen eraf gaan schuiven die er een keer uit moeten. Denk aan die remakes slash remasters van Zelda. Die hebben ze. Mm -hmm. Waarom zijn ze er niet? Omdat ze het niet ja. fucking nodig hebben. Ze hebben het niet nee, nodig. Die er ze... Die, hebben... zitten achter, die gaan met die de Merks weer in. Ja, precies. <laughs> ja, dat is niet die nodig. Want glas. ze hebben Mario plus Luigi een nieuwe installment, een nieuw IP. Na negen jaar ineens. Een van de meest geliefde DS franchises die er zijn. En de meest. Uh, laten we zeggen, qua gameplay interessante JRPG die Nintendo volgens mij in tijden maakt. Uh, omdat die dynamieken die je met Mario en Luigi, dat is heel veel op het goede moment klikken uh, met elkaar. Dus het is een hele interactieve gameplay, zeker voor zo'n JRPG. Toveren ze een nieuw deel uit met een compleet nieuwe artstijl in een 3D-omgeving. Oké, okay, sure, open jij je presentatie zomaar. Mm -hmm. uh, en dan volgens hem op met een shot van... Uh, een, een ja Je herkent natuurlijk direct dat het, dat het Zelda is. En Jacco die zegt tegen mij... Cody, wat is dit? Cody, wat is dit? Wat is dit? Wat zie je? Ik zeg, ja, dat is het ding. Ik kan het niet plaatsen. Want het doet me denken aan Oracle of Seasons. Maar we zitten volgens mij in de bossfight tegen Ganon in de Link to the Past. Als ik het niet misplaats. Ja, ja dat is uh, waar. Het begon en ik dacht, holy fuck. Maar hij, hij heeft de Hylian Cape om. Die exclusief van de Tears of the Kingdom Breath of the Wild reeks is. Dus chronologisch ja. klopt het niet. Qua lore klopt het niet. Nou, dan weet je dat je met een Zelda game te maken hebt. Maar op dat moment krijg je te zien dat je Zelda speelt. En dan pas ga je je beseffen van holy shit... dus Nintendo is daadwerkelijk die encore... voor het personage Zelda speelbaar maken... wat al zo lang als ik leef bestaat. Mm -hmm. maar de afgelopen zeven jaar, zes jaar... is dat heel bewust aangewakkerd door Nintendo. Dus ze hebben heel lang lopen koeken. Direct toen Link's Awakening werd uitgebracht... hebben ze die, uh, die engine, die assets, die sprites... hebben ze direct functionerend gekregen... en gekeken naar oké, okay, wat kunnen we hiermee doen... dat wel innovatief is, wat niet een toffe remake is... En nu hebben ze dat al het goede van Link's Awakening, wat een fijne 8 was en een hele leuke herinnering voor mij om daar naar terug te kijken. Hebben ze omgebogen tot die volgende Nintendo Zelda game, één jaar en vier maanden nadat Tears of the Kingdom uitkwam? Dat is weersingwekkend. En los daarvan, er, is, er gebeurt zoveel in die trailer. Je ziet dat, dat, dat mannetje, dat vliegende beestje dat Zelda mee heeft, die heet Try. Ja. Er is één ding dat ontbreekt in Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. En dat is de Triforce. Daar is no mention of. Het enige wat we zien is dat uh, heel zit veel... zit aan het einde, toch? Nee, helemaal niet. Triforce van, komt van nooit voor. Van Breath of the Wild niet? Nee, Triforce komt niet voor. Uh, wat je wel ziet is heel veel uh, tattoos van uh, mensen van vroeger. De Zonai die de Triforce tatoeëren. Dus het, ze weten wel van het bestaan af. Maar waar is die Triforce? Wij vragen ons dat allemaal al vijf jaar af. En um, wat dus... Een interessante link is dat die Tri... die heeft drie kleine Triforces achter zich hangen. Dus hij is waarschijnlijk een soort van personificatie van de Triforce. En het zou dus kunnen dat de Triforce niet meer een mythische driehoek is... maar dat dat nu een wezen is die leeft in die wereld. Uh, dus dat is al een hele interessante take en theorie erop. Maar wat het dan nog eens interessanter maakt... is dat het logo van... Uh, Echoes of Wisdom, die nee. nieuwe Zelda game. Dat dat in dezelfde lettertype. En stijl is als Breath of the Wild and Tears of the Kingdom. Wat ze nooit doen. Elk logo van een Zelda game, als je het logo ziet, weet je al vrij. Heb je wel een idee waar het zich gaat afspelen in een van die drie tijdlijnen. Ik ga niet op de tijdlijn in mensen thuis geen zorgen. Dat moet je maar een keer bonus level luisteren. Um, maar deze game speelt zich dus eigenlijk op een soort van intersectplaats van al die verschillende tijdlijnen. Je hebt de Legends tijdlijn van vroeger van 10.000 jaar geleden. Um, en daar, daar, daar zie je de eerste signalen van dat hij dus tegen Ganon vecht. Maar na Alcuina of Time worden er verschillende tijdlijnen gecreëerd. En hoe ver ik het ook mijn deducties erop loslaat, het komt niet over één. Dus deze game gaat iets doen met of dan wel die tijdlijnen aan elkaar binden. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat hij een zo nice sword, zwaard vast heeft ...in plaats van een master soort, Wat ook nergens op slaat, want dat heeft hij ook nooit. En het speelt zich in Link to the Past af. Terwijl het mij qua gameplay doet denken aan de Oracle of Seasons. En over gameplay gesproken, het is helemaal geen Zelda meer. Het is iets compleet nieuws. En ik kan hier nog uren over doorgaan. Ik, ja, ik zie het. Ik vind het prachtig hoe ja, jij ja, allemaal voor ons... Uh, ik vind het dus wel nog steeds Zelda. Hebt... En dat vind ik zo cool. Ja, ja het, het is, is wel, wel nog, nog steeds Zelda. zelda ja. Het heeft ja, wel die ja. Link of the Past feel. En ik vind het ook fucking cool. Wat ze met, toen ik die mechanic zag, mijn puzzelbrein ging meteen los... Maar mijn reptiele brein, vlak van puzzels, ging meteen los. Want er zijn zoveel mogelijkheden opeens. En in die zin, dat vind ik ook cool. Ik vond het zo vet aan in Breath of the Wild dat je een probleem op verschillende manieren kon oplossen. Een struik voor een deur wil je wegkrijgen. Dan kon je erbij, weer, je kon gewoon een zwaard er tegen aanleggen en wachten tot bron te onweren. En dan sloeg de bliksem in op het zwaard. En dan, dan, eh, pardon, dan vloog de struik in fik en kon je erdoor. Ik ja, ze denken, wil je ook nog vliegen met je van omdat er vuur komt op het gras? Ja, ja, nou, dat soort dingen. En dit soort dingen lijken ze een beetje eruit te pakken en te zeggen van, nou, die vrijheid kunnen we je hier ook. Ja, minder elementair absoluut door maar, op, die, uh, uh, op dat prototype van Breath of the Wild in 2D. Nou, ja, ik vond, ook, ik vond het ook een, een geweldige show. Uh, ik, uh, ik weet niet of ik <laughs> zeg maar, orgastisch augas, zou zeggen. Dat heb ik nou ook wel niet. Oké, okay, we hebben dus meer, uh, hè? We hebben Mario Luigi, dan, hebben we, Zelda, dan in... hebben we Zelda, dan hebben we... Uh, wat, wat Mario Party 36 uh, JRPG's, Fantasian, uh, Dragon Quest, uh, Dragon Quest no uh, 3 HD remakes, nog een paar uh, daarna, de doel. om een, nou ja, Kong, er, kom, kom uh, een keer terug? Nog, ja. zeg maar vijf echt grote bangers Prime. Uh, met die als uitsmijter en dat, uh, dat is genoeg voor een hele goede show, natuurlijk. Ja. en vooral deze levensfase van de switch, want het is natuurlijk gewoon Nintendo dat kijkt naar de install base van de switch, denk je ja, 125 miljoen vind ik wel genoeg hm. voor nog wat uh, voor wat extra games. Uh, ze hebben genoeg teams intern en uh, ze hebben, we weten ook dat er gewoon heel veel games voor op dit moment in de maak zijn voor de Switch 2. Ik bedoel, die gaat releasen met een nieuwe Mario 3D. Ja, maar die en, Metroid, uh, die gaat gewoon tegelijk uitkomen op de Switch ja. als op de Switch 2, toch? Absoluut. Dat ja, is zeer, ja. zeer, ja. Ze zeer moeten, logisch. gewoon als echt genieten ja. van die installbase. Dus als jij ja. deze Metroid Prime 4 bij voorbaat de best verkochte Metroid ooit wil maken, dan hoef je hem alleen maar uit te brengen op beide consoles. Ja, ja. En ze hebben ook incentive om dat te doen. Dus uh, ja, dat is... Uh, maar het was een hele goede show, hoor. Alleen bij Nintendo heb ik altijd... Ja, ik hoef geen vier farming sims. Nee. Ik, snap nee. dat, ik, snap, ik snap dat ze voor sommige mensen wel vet zijn. Mij doet het niks. Maar dat heb ik leren accepteren. Dat is prima. Eentje ervan was in ieder geval in The Shire. In Lord of the Rings. Dus dat is dan wel erg leuk. Eén van de vier, ja. Eén van de vier. Maar ik vond dat ze het iets minder op ons forceerden. Al die, uh, al die Japanse farming games. Dat, uh, dat is wel... Ja, geweest. ja. Ja, wat ik ook heel vet van Marvel vs. Capcom Collection... Ja, vet. ja? Is natuurlijk ja. Echt Maar hoe vaak die heb je al 36 keer ook gespeeld, toch? Nee, ik heb er heel veel van hiervan juist niet gespeeld. Daar niet? ben ik wel benieuwd naar. naar ja, heb je hem hier gewoon eigenlijk. op je Steam Deck staan? Nee. nee. Oh. Ik gebruik mijn Steam Deck niet voor emulatie. Sowieso. Hm. Ja. Dus um, ja, dat vind ik wel vet dat hij naar de Switch komt. Op die manier. En ik vond Mario en Luigi, dat vond ik. Ja, samen. Metroid Prime 4, ja, ik wist al zo lang dat hij eraan kwam. Dus dat is super vet om eindelijk te zien nadat ik het nog mee mag maken. Wat vond je daarvan? Ik, van wat je ziet. Ja, ja, stijl, in stijl, muziek, toon is meteen Metroid Prime. Dat is wel echt uh, overduidelijk grafisch. Als je gewoon puur kijkt, ArtStyle, grafisch, zeg maar. Leek hij heel erg op Remaster. Ja. Dat vond ik. Ook op. Um, ik vroeg me af of deze al draaide op een Super Switch. Want ik vond hem echt heel mooi. Um, maar dat zal wel niet. Ja, ik, ik, heb ook, ik heb ook getwijfeld na een paar keer kijken van de trailer: zie je toch het gebrek aan details verder nog. Ook bijvoorbeeld op haar pak al. Mooi, het is heel mooi, heel clean. Zo mooi. Alleen er wordt wel ingehouden op bepaalde aspecten. Dus ik denk ja, ja, niet dat die. De resolutie is, was zoiets. ook wel lager, denk ik. Maar denk deze ik uh, maar Direct was er wel eentje voor de game-connoisseurs. Ja. Het is, uh, niet er zit oh. geen grote. Mario ja. Party Nadan, geen grote. Mainstream game voor ze bij, waarvan je denkt nee. van, oké, okay, hier gaan we nog even wat extra Switches ja, mee. Wat is mainstream? Een nieuwe Mario, super Mario Kart, nieuw Mario game. Maar ja, okay, Zelda Nintendo is zo mainstream. Wat... Het is een nieuwe ja. mainline Zelda, alleen het is een nieuwe mainline Zelda. Dit is ik, het is een complete nieuwe IP, zo zie ik het. Ja. dus het is niet een uh, van hun uh, gunners. Nee, ja, zeker niet. nee, ik denk wel dat een nieuwe. Ik denk wel dat je zo moet zien, maar er komt een nieuwe Zelda film uit. Ik bedoel, Zelda is wel mainstream. Um, ik, ik, ik denk alleen, uh, je hebt gradaties in mainstreamheid. Maar wij zijn heel snel geneigd om te zeggen: Oh, het is niet mainstream. Ja, nee, het is wel mainstream. Mario en Luigi is absoluut mainstream. Of het, maar het doet niet gangbusters zoals. Mario en Luigi mainstream. is mainstream, dat is wel een teken. Ja, tuurlijk. Nee, dat is helemaal geen teken. Maar het Mario is een RPG, RPG, hè? Nee, je snapt het niet. Mainstream, dat is hetzelfde als met Triple E. Dat komt gewoon uit de filmwereld. En dat betekent gewoon, is toegankelijk. Maar wij interpreteren dat altijd als mainstream. Oh, dat verkoopt als FIFA. Nee, dat is niet, dat is niet per se wat dat betekent. Okay. Bedoel, Mario Luigi gaat nooit de sales halen van een 3D Mario game. Nee. Misschien niet eens een kwart. Maar het is wel Zolang mainstream. Niet Want, ja, maar het is wel mainstream. Want ouders lopen door de winkel en die kijken naar het pakje en zeggen: Oh, hé, hey, Johan, dat is die loodgieter. Robert. En zijn broer. Ja, maar dan gaat Johan opstarten op de Switch. en dan komt hij erachter dat er turn-based uh, 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 battles in zitten. en dan haakt hij af. Dan gaat Johan terug naar de Game Mania. Ja. Ja. Oh, ik bedoel gewoon de personages. Oh ja, de, de personages, wel. Personages, personages wel. Maar qua, qua yeah. gameplay niet. Oh, die fiets. Ja, hmm. uh, ik nee. denk dat de ik de er waren... Ik niet ben het wel met je eens dat wanneer je Mario en Luigi op de box art hebt, dat het mainstream wordt. Alleen wat nee, nee, ik. Nee, nee, ja. ik heb het niet over gameplay. Hè. Ik heb het echt oh, okay. puur over de personage. Ja, dat oh, ja, nee. Ja, ja. ja, ja, over tuurlijk. de box art. Ja, ja. Nee. cool. Ja. Nee, maar inderdaad, het was. Uh, en dat, dat maakt die anekdote voor jou wel mooi. Dat jouw jongere publiek er niet op aanslaat. Ja. En iedereen die opgegroeid is met een SNES, met een, met een 64, die dacht echt: wow, wat is dit voor Creedream? Ja. Dus uh, ja, heel interessant hoe. Hoe polariserend deze direct eigenlijk was in dat opzicht. Ja. 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 Maar ik vond, ik vond een sterke show ze een lekker tempo in. Uh, in Vergeleken met de prestatie van, van Xbox is het niet dat je gewoon de hele tijd in die Matrix houding alles moet ontwijken. Zo, want het blijft op je afkomen. Ja. Kan ik ook ergens wel waarderen dat het wat rustiger is. Maar het is altijd jammer dat ze moeten opvullen met die, uh, met die highlight reeltjes en zo. Dat is niet nodig ja. misschien. Maar kijk het naar wat de switch staat. In zijn life cycle is dit een... Uh, meer dan meer, veel mensen hadden durven dromen, denk ik. Ja. Ja, Als uh, dat ding is al zeven jaar oud. Hè? Ja. <laughs> dat is echt, dat is... Maar de PS5 ja. is ook al vier jaar oud. Ja. Dat is ook raar. Dat heb je niet, helemaal niet doorgegaan. Die laatste paar jaren zijn zo freaking snel gegaan. Ja. Dat is niet normaal. En nog steeds als je zo'n doos binnen ziet komen van de PS5... krijg je dat gevoel van... oh wow, kijk dit ja. nieuwe product. Ja. Of zoiets. Ja. Dat is heel raar. Maar, ja. maar heel veel mensen spelen ook nog steeds gewoon op de PS4. Dat is ook iets wat wij vergeten met z'n ja, allen. Dat ding, ja. dat ding wordt nog zo vaak gebruikt door heel veel mensen. Niet normaal. Ik heb nog wel één vraag rond waar ik benieuwd naar ben. Hoe kijk jij naar een Sony-titel op Switch? We kunnen straks Sea of Thieves op de grote schelen... terwijl we op ons kleine beeldschermpje Horizon aan het spelen zijn op de Switch. Is dat een rare wereld waarin we leven? Nee, ik denk dat, 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 ik denk dat we dat veel vaker gaan zien. Ook omdat uh, ik meer een Lego game dan, dan, dan een, een Sony game. Nee, mij een het is wel meer een lego Nee, maar. ik denk gewoon dat we dit soort dingen veel vaker gaan zien. Ik bedoel, dat is nu een mooie aanleiding. Net als het leuk is dat Microsoft kan zeggen... hey, Doom is de meest multiplatform-titel ooit... dus we gaan gewoon doorbouwen op Legacy... en we brengen hem naar de PlayStation op launch. Maar uiteindelijk komen er meer games... naar de PlayStation van de Xbox. En uiteindelijk komen er meer games van PlayStation... misschien ook naar de Switch en de Xbox. Kijk, ik zou mij eigenlijk niet verbazen... als Helldivers 2 nog ooit naar de Xbox komt. Mm. Er is, er, er is, dit is een feit... Als, op, als, als je nu in vanwege die budgetten um, wordt in die grote bedrijven meer gekeken naar groei. En groei valt niet meer op traditionele manieren te halen. Dus dan moet je iets anders gaan doen. En zowel Microsoft als Sony hebben gezegd dat ze te, teleurgesteld zijn uh, over de groei. Dus die twee verschillen niet zo heel veel van elkaar. Maar vergeet ook niet dat PlayStation veel belangrijker is voor Sony dan Xbox is voor Microsoft. Mm. Zo dus het is zou absoluut niet onlogisch als Sony ook zegt we gaan games sporten En um, ik weet niet of het er net zoveel zullen zijn als Beaksbox. Dat durf ik allemaal niet te zeggen. Maar um, het, voor beide, beide zeggen gewoon zelf. Hey, we, dus Sony zegt zelfs gewoon we hebben de komende jaar, twee jaar niet echt heel veel legacy IP's. Dus we gaan vooral veel dingen snel porten naar PC. Dat is eigenlijk een beetje de kern van de boodschap gewoon. Interessant. Nou. Ik heb van de week een spel zitten spelen die heb ik al heel lang niet gespeeld. Ik dacht, het is was scheidweer van de week. Mm. Ik, um, ik was afgelopen weekend uh, ging met mijn maten naar een festival waar we vroeger altijd heen uh, gingen. Ik ben opgegroeid in het dorp Juliana-dorp, dat ligt onder ah, de rook van Mo Den Helder, en daar was een dertig ja, ja, ja. jaar geleden is daar ooit het festival ontstaan. Juliana Pop. <laughs> uh, dat werd dan altijd georganiseerd <laughs> op de ijsbaan en er werden een paar. Um, Kubkisten werden er neerge, uh, neergegooid. Daarop werden wat planken ge, gelegd. En dat was dan het podium. Het werd allemaal af. Uh, aan de zijkant stonden ook wat kubkisten, zodat je er niet langs kon komen. Om, uh, zo stiekem naar binnen kon gaan. maar iedereen sprong over het slootje. Dat was een beetje Julianenpop. Maar wat blijkt: Julianenpop is uitgegroeid tot een groot festival. Op een ander terrein kwam ik uh, dit weekend achter. Dus ik liep weer ouderwets naar de ijsbaan toe. maar daar was het dus verplaatst. Het is verplaatst naar een grote terrein met drie podia. Wow! <laughs> met allemaal entertainment erom. Best wel grote artiesten ook. La Fuente was er, de Snelle, uh, Frenna was aan het optreden, de Drieës voor, voor iedereen was. Uh, maar het was zo'n scheidweer. Uh, het waaide snoeihard. Het was nog steeds in Julianendorp en dat is uh, omgeven door bollenvelden. Dus de, de wind kan daar lekker razen. En de regen ging gewoon horizontaal. Ze deelden uh, proactief poncho's uit. Maar ja, die komen tot de middel. Dus de broek was na twee uur zo doorweek. Dat ik ook zei tegen mijn maten: jongens, het is mooi geweest. Ik ga nu echt naar huis. Uh, maar daarna had ik wel zoiets van: jezus, het is wel een beetje. Dit, dit is dan de Nederlandse zomer. Daar gaan we dan. Uh, dus ja. ik had zin in een beetje. Uh, ja, tropen in mijn leven. Dus ik zette weer uh, Lost Legacy aan. En die game ziet er nog insane mooi uit. En het uh, is. Um, Wordt ook zo goed verteld. En het is natuurlijk een kleinere, compacte game. Maar daarom wel even fijn om erheen te gaan. En die settings zijn insane ja, mooi. Het wordt heel goed geacteerd. En vooral die laatste scène in die game. De, de treinscène is een van mijn favoriete scènes in een game ooit, denk ik. That's Uncharted insane. is het, hè? Uncharted Lost Legacy, voor de duidelijkheid. Ja, je speelt natuurlijk ja, 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 wel ja, met... Ja, uh, je speelt niet met Nathan, maar je speelt met uh, twee met, andere... Uh, of met een ander personage. Uh, maar die, die laatste treinscène is zo'n... Wilde rit ja. qua emotie, spektakel en uh, wat er allemaal gebeurt op je scherm. Die game is ook zo goed opgebouwd voor hoe compact die is. Uh, de eerste uur als je over die markt loopt in India, volgens mij ja, ja. waanzinnig. Ja. Dat is gewoon een kijkdoos. Ja. En dan één uur later zit je in die snelle pace tempo schietactie. Ben je eigenlijk gewoon een huurmoordenaar bent zo'n beetje. Klopt. Nee, ja, nou ja, je komt je in een, een open... open wereld waar je niet ja, doorheen kan dat rijden. Dat verrast je ook toch, dat je zeggen, een auto ja. krijgt en ja. dus je denkt van oh, het is dus wel echt een game of zo. Ja, en dan hoe die goed echt... is. Och. Ja, je komt echt in die open wereld dan, of in die open zone eigenlijk. Ja. En dat is ja. heerlijk. Voorlopen van Sonic. Ja. Nee, ja, wat op, nee. <laughs> Sorry. Uh, nee, maar dat is een beetje wat ik vet vind aan die game. Het is compact. Inderdaad, je komt in de open zones. en daarna kun je een beetje rondrijden. en ga je van missie naar missie naar missie. Ik moet oh, wel zeggen, ik van het van het Ik, wel echt zeggen, als... het goed, ik hè? wil niet nog een nieuwe Uncharted. Ik ben zo klaar met dat IP. Ik kan echt niet tegen als ik dat aan het klimmen ben. en dat er dan zo'n ding afbrokkelt. Oh, gaat hij vallen? Nee, hij is er ook. Nou, ik ben nog. er klaar voor. Doe mij nog even <laughs> een, een pre-call met, uh, met Young Nathan. Ja, ik, ben, dan, dan ik ben helemaal down. Ik, ik hou hiervan. Het, het voelt voor mij echt als vakantie. Ik ben gewoon ja. even van de wereld. En uh, ik zit even te kijken naar zo'n gigantische tempel die dan opdoemt. En je weet al van oh, daaronder zit vast een gang waar ik doorheen moet zwemmen. Natuurlijk zit hij daar. Ja. En ik hou van die voorspelbaarheid. Ik vind het heerlijk alsof ik een Mission Impossible film zit te kijken. Ja, ja. Je weet het einde al. Maar dat is juist. Dat is heerlijk, man. Voor mij om even uh, een weg te duiken. Ik heb nog een andere game zitten spelen. Maar die hou ik even voor mijn tippie, Voor het einde van de show. Uh, dus weer weer wat anders, maar wel ook heel erg vet. Um, maar wat hebben jullie zitten spelen? Uh, ik ben nog steeds veel shiftiers aan het doen. Dat is nog steeds heel erg leuk. Yeah. Uh, gebeurt heel veel, veel updates. Nieuw seizoen komt eraan en dan komt natuurlijk die boot waar je met z'n zes op kan. Wat voor ons heel veel betekent. De, de vlammenboot. De vlammenboot, Flame hard. Ja. ja. Dat is iets waar de community al jaren op wacht en waar ze iedereen de hele tijd een beetje mee fucken dat die komt. En nu komt hij dus echt. Dus uh, ben zeker aan het grinden. Maar um, ik ben zelf Doom Eternal aan het spelen. En het komt ah. toevallig uit dat ik nu bij Ron zit. Aangezien ik jou altijd nog als Doomguy zie. Omdat toen ik stagiair was, ongeveer toen deed jij. Nou, ik was net niet stagiair. Maar jij deed toen Doom Eternal de review. En toen heeft uh, een fan heeft een prachtige tekening gemaakt voor jou als Doomguy. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Oh ja, ja, ja dat willen hier herinneren. niet staan. Dus in, in mijn hersenen is op dat moment plaatsgevonden dat, jij, dat ik aan jou denk. <laughs> als ik Doom speel. Of als ik Doom Eternal die, als, als ik Doomguy zie, dan denk ik vaak aan jou. Dus ik heb uh, ik vind het een grote eer ja, nou ja dat is zo gebeurd en uh, ik heb nooit een Doom gespeeld hè alleen op de DOS oh, nou echt niet gewoon een oude, wel voor de gein een keer okay. maar op een gegeven moment zei jacco tegen mij van waarom speel jij Doom niet dit is toch voor jou gemaakt zeg maar het is snel het is puur gameplay en niks anders ja. en toen dacht ik ja lijkt me wel geinig en toen begonnen ze hier bij de Xbox presentatie te haten op het platform in Eternal en toen dacht ik helemaal van: oké, okay, dus ik moet nog gaan spelen, nee. want er zit het platform in. Waarom de fuck speel ik dit niet? Dit weekend opgestart, nee. vijf uur lang in volle therapeutische focus naar mijn beeldscherm lopen, kijken en alleen maar vieze beesten neergeracht met een zaag. Ik, ik, ik wil namen en rugnummers van de mensen die hebben geklaagd over het platform in Eternal. In Eternal. Uh, nou, ze zaten echt... aan deze tafel en Cheert speelt niet echt Doom. Dus dan zullen het Jacco uh, en Simon zijn geweest. Ah, dierlijk, Simon. <laughs> <laughs> ja, tuurlijk, Simon. Het is of de, de beste de, game de, ooit, of het is niks. Ja, ja er is no middle ground. <laughs> uh, maar ik heb me heel erg vermaakt met Doom Eternal en het is echt even knallen. De manier waarop de finishes overgaan in gameplay is, is echt, Playstation Studios kan daar nog wat van leren. Dat doen ze heel goed bij Spider-Man, maar dat werd ik na 20 uur toch wel zat. En okay. bij Doom Eternal elke keer in zo'n vliegend beestrammen om zijn oog eruit te trekken. Het is dezelfde animatie, maar ik geniet er elke keer net zo hard van. Omdat er zo'n tempo in die game zit. En ze doen er en? alles aan om het nog leuker te maken voor je. En het is een gratis game die komt bij een soundtrack. Want je betaalt voor de soundtrack, <laughs> ja, de soundtrack en je soundtrack, krijgt de game erbij. Ook. Nice. ja die soundtrack. Ja. Dat, ik moet wel zeggen, soms uh, heb ik wel gehoord, doe je headset maar even op, Als <laughs> ik ja, iets dat anders aan het ik. doen ben en het staat op. dan... <laughs> <laughs> dat snap ik. Uh, ja. Dus dat heb ik gespeeld vooral Doom Eternal. Laten we het daarbij heb houden. Heb jij naast Elden Ring nog iets gespeeld? Ja, maar dan komen we weer op games uit. Uh, ja, maar laat ik, uh, ja, want ik heb. Maar hoe kan dat? Jij, bij... jij werkt zeven dagen per week. Ja, klopt. Ja, maar deze vraag stel ik ook vaak bij Florian en zo. Ik denk, waar ja, haal je die... Maar Florian, die, we, die leeft. Die slaapt niet. Die slaapt niet, hè? Nee. Nee, die... dat is waar. Die gaat dan de oplader of zo. Ja. Een <laughs> Doe eens een paar ik... van die 35 games, hoor. Ja. Ik ben uh, Destiny 2 aan het spelen. De nee. uh, Final Shape. De <coughs> Final Shape. dacht dat ik wel een beetje klaar was met Destiny. Ben ik ook wel. Zoveel zoveel gespeeld. Maar... Um, ja, het is wel het beste Destiny wat ik gespeeld heb, denk ik. En dat klinkt als dus een super hete take. Wat valt eigenlijk mee? Green? Ik vond Witch Queen al minder dan Verspoken, denk ik. Oké. Okay. Uh, persoonlijk. Uh, omdat Verspoken is wat meer verhalend. En heeft ook wat diepere consequenties. Wat al zijn die consequenties wel. Uh, ja. Al zijn die consequenties er ook al geweest, hoor. Uh, maar hoe dan ook. Het is heel erg goed. Het is een hele goede DLC. Het is ook weer, net als bij Eldering, denk ik, een goed moment om in te stappen. Omdat er. Um, dat ja, interessant is mee, voor het uh, einde van de Saga. Nou, wat het vooral is, omdat bij, bij Elderring zou ik zeggen, omdat iedereen nu over Elden Ring heeft. Dus dan heb je altijd een platform waar je op kan als je even niet weet wat je moet doen ergens. Hè, dat leeft echt. Bij deze game is het meer zo dat iedereen begint. Bij een nieuwe uitbreiding, vaak op zeg maar, hetzelfde niveau in Destiny. Dan word je alles weer teruggezet. Dus als je nu instapt, is het gewoon letterlijk een goed moment om te beginnen. Ook omdat heel veel mensen nu gewoon die missies aan het doen zijn. Dus dan kun je makkelijk mee in de matchmaking. Want dat is hoe ik het doe. Ik heb niet echt een vaste groep. Geen vrienden, zeg maar. Dus uh, ja, Friendless en uh, Guardians, dat is het. Maar het is echt heel vet. Het is verhalend vet. De spelwereld waarin het zich afspeelt is gruwelijk. Er zitten enkele voor Destiny-spelers hele hevige momenten in die. Erg van betekenis zijn. Het is toch een avontuur van al tien jaar oud. En uh, ja, dat doet me veel, man. Het is, uh, nee, het is, echt, het is echt zowel verhalend als uh, qua art direction en zo. Is het is echt heel goed. Weet je wel die grote bol die je altijd boven de aarde uh -huh. ziet? Of ja, Zeker. het is niet de aarde volgens mij. Oh ja, wel, het is wel de aarde. Maar dan zie je zeg maar zo'n grote bol. Dat heet de Traveler. En uh, de, de, de bad guy, wat overigens een heel ras is gepropt in één persoon. Gek genoeg. Maar goed. Die gaat The die witness, bol in. Witness, toch? The Witness, Ja. En um, daarom heet het de final shape. Hij, geloo hij gelooft dat de hele wereld zeg maar, een bepaalde vorm moet aanmeten. En dat uh, zou betekenen dat alles vernietigd wordt eigenlijk. En daarvoor heeft hij de Traveler nodig. Dat is zeg maar light. Hmm. Waardoor jij als Guardian kunt leven, I guess. Of niet of opnieuw opgeroepen wordt door je ghost. Verwarrend, waar het gewoon op neerkomt. Je gaat voor het eerst die grote fucking bol in. En dat. Is alsof je op vakantie gaat, Martin. Alleen dan heb je tien jaar lang moeten rijden naar Parijs, zeg maar. Dat is wel, dat is wel pittig. Heel lang in de file gestaan. Ja. ja. Maar uh, ben maar je blij nu je vet. op je locatie bent? Ja, het is heel vet. Het is heel mooi. Het is, uh, er zit superveel variatie in de spelwereld. En um, ja, ze weten heel goed nu wat Destiny goed maakt. Uh, maar wat ze nog steeds niet kunnen, is onboarding. Dat is wel echt een ding bij die game, man. Ik snap dat niet dat ze daar zo slecht in zijn. Maar het zal heel moeilijk zijn. Anders hadden ze het inmiddels wel door. Maar als jij die game na twee jaar voor het eerst weer oppakt... heb je echt zoiets van... What the fuck is all this shit? Die huts, alleen maar knipperende icoontjes... en die tutorials, tekst en ja je allemaal currencies en lakenbols en graadmeters ja ik snap er echt gereed van en maar en ook het wisselen ja. tussen werelden en waar is deze missie überhaupt oh dat is niet de goede missie deze hoort ineens bij uh, een andere deal. ja dat is heel verwarrend wel maar, maar goed dat, dat compenseren ze enigszins met die softcaps en die hardcaps per seizoen dat je wel gewoon nou ja, kan het is gaan het en UI gewoon het is gewoon wat er allemaal op je afkomt het is gewoon super overweldigend je weet ja, gewoon niet waar je wel. moet kijken Um, maar goed, als je welwillend bent en je wilt er gewoon echt in stappen, dan kom je daar wel overheen. Uh, maar het is even wennen, ja. Het is even wennen. Zeker ook binnen je personage. Ik heb mijn pers ja, personage al twee jaar niet meer gezien. Ja, allemaal nieuwe krachten, nieuwe skill trees. Uh, ja, customization is helemaal anders. Of helemaal anders? Anders. En ja, het is gewoon uh, even wennen. Maar, ja. hey, als je het wil, dan kom je er echt wel uit hoor. Het is niet ingewikkeld. Ik bedoel, het is Destiny. Heel erg vet. Verder ben ik uh, Senuas Saga Hellblade 2 aan het uitspelen. Um, die heel bijzonder is. Ja, dat is gewoon zo. Uh, ik weet niet of ik hem net zo bijzonder vind als het eerste deel. Dus. Hm. En ik ben nog David Diver aan het spelen. Dat vind jij natuurlijk erg leuk. Ja, is ook leuk. Goed maar... spel, leuk wel. Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Goed, we zijn aangekomen bij de tippies. Heb je tipi? Moet je, je niet uh, mogen beginnen. Ja? Zij, Nou, Jij noemde het net al. Dus ik, 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 ik was al een beetje aan de oh, hou je in. Maar ik ben nu ook met Hellblade 2 bezig. Dat ah, is okay. mijn tip. Ik was oh, uh, okay. twee dagen geleden aan begonnen. Ik zit er zo bunkerhard in, jongen. Ik, uh, ik, ik was deze echt aan het afwachten of van, mm. van me af aan het houden, want ik had zoiets van: dit is niks voor mij. Dit is gewoon niet voor mij. Maar ik, ik had zoiets van: ik kwam net uit die Lost Legacy. Ik dacht, ik trek even die single-player-campaigns, trek ik even door. En deze, ja, is wel zo'n eentje die ik dan even moet proberen. Maar ik had zoiets van: oké, okay, ik ga het spelen. Ik ga het ongetwijfeld na een half uur uitzetten, want het is niet voor mij. Nou, nah, ik zette dat aan, jongen. Het is sowieso belachelijk mooi. Het is het mooiste speer, wat ik denk heb gezien. Speel je PC of Xbox? Uh? Xbox Series X. Oké, okay, oké. Okay, ja. ja. mooiste wat ik ooit op mijn tv-scherm heb gezien. Uh, maar dan zet je ook je headset op. Ja, dan... <laughs> Dolby Atmos headsetje. Of so. ondersteuning. En dan die, die, die ASMR in je oren. Dat is zo <laughs> gruwelijk vet, jongen. En die game is hard. Als je die gevechten hebt. Met die, met, met die vikings... en je steekt zo'n zwaard in iemands lichaam... en je voelt die audio erbij. Oh. Zo gruwelijk hard is dat, jongen. Ik zit er zo bunkerhard in. Dat is niet normaal. Ik dacht, dit is niks voor mij. Ik ben echt zo'n zo zo kilo-knaller-gamer. Het, uh, het moet snel gaan. Ik moet aan het nek worden meegenomen. Dit is wat anders. Maar het doet dingen met me die ik nog nooit gehad heb met gaming. Ik ben echt uh, geraakt. Ik zit, er, ik zit erin... En ik, ik kan niet wachten om, zal ik jullie weer voor wel te zeggen, hopelijk wordt het op tijd donker. Het gaat niet gebeuren, maar ik ga wel weer, ik ga die game afmaken. Dat is ook zo vandaag. belangrijk, hè? die donkere spanning. Erbij ja, uit. maar die, die game moet je gewoon echt in je eentje spelen. Gewoon afgezonderd van de wereld in een donkere ruimte. Je moet er helemaal in zitten. En, en dat zit ik nu. Uh, het, het is heerlijk. Dus als je een beetje zoals ik ben van, oké, okay, ja, misschien, het is, het is wel mooi, maar het zal wel niks voor mij zijn. Het is wat voor jou. Het is echt bijzonder. Het is echt bijzonder. Dus dat wil ik even meegeven. Ik denk dat er veel mensen zijn die dat even moesten horen van jou. Ja, maar is het ook is het zou je het aanraden aan iemand die echt gewoon alleen Call of Duty speelt? Want Ik heb wel het ja. gevoel dat daar dan Ja, maar dat de, dat ik, dat ben, ik ben ik ben zo'n persoon man. Ik speel die Uncharted, ik speel die Call of Duty, ik speel die Apex, ik speel dat soort af en toe maak ik wel een gek uitstapje. Maar ik, dit dit is zo hard. Je moet dit okay. ervaren. Ja, misschien. Ik ben het er mee eens dat je moet ervaren, maar ik weet niet. Je hebt heel veel mensen die hebben zoiets van. Ik wil gewoon skippen en gamen. En dat is gewoon. Dit is één grote lang. Je kunt het niet skippen. Nee, maar het is het. Je zit wel. Ja, maar het gedeelte wat mensen willen skippen. Normaal in cutscenes is gewoon deze game. Ja, maar je zit wel non-stop op het puntje van je stoel. De, je ja, het klopt. Non-stop die spanning. Ja. En je, ja, uh, de, je hoort de hele tijd wat in je orde gebeurt, de hele tijd was. De, je bent wel de hele tijd engaged. Het is een andere ja. manier van gaming, maar ja. ik denk dat dit juist... Mensen hebben even dat setje nodig van probeer het even. Hm. Uh, het, want ik had een beetje zelf dat arthouse filmgevoel erbij. Wat ik dan zag in de trailers, als ik dan mensen over hoorde praten. Maar het is meer dan dat. Het is een beetje Oppenheimer. Ja, ik zie die vergelijking ergens wel. Ja het, ik, ja, het doet mij heel veel denken aan Dear Esther um, van The uh, uh, van Chinese Room. Die nu trouwens Still Wakes the Deep hebben gemaakt, die net uit is. Maar dat doet er mij heel veel aan denken qua pacing. En dat is een compliment, want dat is een legendarische indie natuurlijk. Um, maar ik, ja, ik moet je ook helemaal niet tegenpraten. Je moet inderdaad gewoon tegen iedereen zeggen, speel die game. En dan kom je er ja. vanzelf wel achter, want hij staat op Game Pass. En als je een Xbox Daarom. hebt, heb je waarschijnlijk ook Game Pass. Daarom, dus ga ervoor. Heb je er een uh, rond, tippie? Een tipie. Ja. Uh, nou, oh, uh, over Game Pass gesproken. Want die staat inderdaad nu op Game Pass. Uh, dat is een, um, een uh, puzzelgame die vorig jaar is uitgekomen, een beetje ondergesneerd. De puzzelgame heet Humanity. Oh, uh, oh ja. Um, en wat je daarin doet, is eigenlijk massa's van mensen aansturen met een hond. Je speelt een hond, een chibi, nog iets. En die uh, jank je door de spelwereld heen. En uh, ja, een hele grote mensenmassa achtervolgt je dan. En zo los je zeg maar puzzels op. Zo klim je hierop. Dan moet je hier overheen gaan. En dan ga je hier naar links. En dan ga je daar weer naar rechts. En zo loodsen we elkaar door het level heen. Maar natuurlijk wordt het op een gegeven moment moeilijk. Dan krijg je jumping puzzles. En dan krijg je allemaal opwerp, uh, worden er allemaal muren opgewerpen. Waardoor je denkt, fuck, ik kan er niet meer door. En dan moet je daadwerkelijk gaan denken. En ondertussen vallen er allemaal mensen naar beneden. Kermend. En dan denk je, jezus, dit is genocide. <laughs> um, en dus, ja, dat is eigenlijk de grootste kwaliteit van die game. Niet de genocide, maar dat je heel veel na moet denken. Het is uh, 3D dus, Lemmings, toch, eigenlijk? Ja, het is 3D Lemmings, ja. Het is 3D Lemmings, zoals... Uh, uh, Jezus. Zoals Jezus. Pikrus, 3D'ers. 3D 3D maar moet je niet alleen zoals, op Xbox, maar ook op PC en PlayStation, trouwens. PC. Daar kwam die eerder tijd. uit. Ook. VR ja, ook? VR, ja, en VR, ja. PC en je top, kunt ja. hem in VR spelen. Ook uh, de Game Pass-versie kun je in VR spelen. Ja, maar wat ik wil zeggen, het doet dus denken aan zeg maar, de stap van Pikros 2D naar 3D. Dat is een beetje zoals je oh, moet zien. Cool. Nice. Jij hebt ja. even na kunnen denken? Ja, ik heb ook wel een tipje. En dat heb niks met gamen te maken, maar dat doen we ook wel volgens mij hier. Tuurlijk. Meestal een documentaire op Netflix, die al best wel een tijdje uit is. Volgens mij een jaar. Uh, maar het kan zijn dat je hè, full circle daar geen tijd voor gehad hebt. We hebben het erover gehad. Veel media in de wereld. Veel dingen die leuk zijn. Ik ga die documentaire van Beckham kijken. Als je oh liet, ja, ja, Netflix, ja, 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 ja. Dat is uh, samen met The Last Dance een van de beste oh, sportdocumentaires what? die ik ooit gekeken heb. Is die is net zo goed als The Last Dance? Ik vind Jezus. dat hij daadwerkelijk zich kan meten aan The Last Dance. It The Last uh... Dance heeft betere footage, heeft daadwerkelijk een jaar twee is er meegefilmd. Dus de, de journey naar de championship is beter, dat gevoel is beter. Maar de manier waarop deze documentaire problemen blootlegde die wij als normale mensen misschien niet doorhebben. of als je mentaal helemaal gezond bent, niet door bent. Door hebt uh, en dat combineren met sport en wat sport of een uitletklep voor je, voor je kan betekenen. Waanzinnig, echt. Uh, los van al het genieten van oude beelden van voetbal in de 90s. Hè? Ik bedoel, het is ook een documentaire over de 90s. Ja. En er zijn twee mensen die de 90s hebben gevormd, en dat zijn mevrouw Beckham en meneer Beckham. Qua, uh, Hij heeft hem ook uh, zelf geproduceerd, volgens mij, hè? Die, uh, die serie. Oh, really? Dat verklaart veel, hoor. Ja, maar het is de perfecte PR van, uh, van hem natuurlijk. Er is één ja. moment uit die, uh, uit die serie zwaar gegaan natuurlijk. Het enige kritische stukje wat ook in die, in die documentaire zit... is wanneer Porsche Spice vertelt dat ze... Uit een, niet uh, zo breed had. Dat ze het niet zo breed had en dat uh, Beckham achter de deur staat... Maar je werd met een Rolls Royce <laughs> naar school gebracht. Ja. <laughs> Dus eh, dat is het enige kritische moment in die hele docu, natuurlijk. Uh, maar ja, het is de perfecte PR voor, voor die man. En die, die, die heeft sowieso in zijn carrière een paar uh, hele mooie stappen gemaakt, natuurlijk. Want die stap naar LA Galaxy, die hij die, die heeft gedaan, was geniaal, natuurlijk. Yeah. Iedereen verklaarde hem voor gek. Maar hij heeft de beste deal ooit ondertekend. Uh, daarmee, door die deal, kon hij ook uh, die. Uh, uh, voetbalclub in Miami kopen en daarmee heeft hij Messi, dus Messi en... er nu. Ja. Ja, dus die, die gast heeft de, de beste deal ooit gemaakt. Dus, uh... Ja, en ook, en ook hoe hij uitlegt dat, dat, het niet, dat het best wel frowned upon is dat als je als jong atleet niet, een, uh, niet direct een gezin gaat maken, maar hij koos bewust voor een Hollywood carrière al toen hij nog maar net een talent was op zijn negentiende nog bij Man United vol in zijn blossom. Toen zei hij al van joh ik wil deze carrière pursue en zo. En nou, uh, I don't know. Gaat kijken als je ook maar een klein beetje van uh, dit soort inkijkjes houdt. Mijn vriendin heeft meegekeken en die heeft net zo hard genoten als ik. En die heeft nee, ik ga hem op. kijken. Hij gaat op een lijstje. Hoe heet hij? Ja. Beckham. Beckham, nou die, ja, goede naam. Nou. <laughs> of backs, ik weet het eigenlijk niet. Maar. staat op Netflix en uh, dat is mijn tip. Ga die shit kijken. Ik heb zo hard genoten. Zeker tijdens het EK. Hè? Dat is alleen maar nog. Ja, leuker. daarom. Daarom. Leuk man. All right. Nou, we zijn er. Ik wil jullie bedanken voor het aanschuiven hier bij deze Powerpraat. Volgende week is shirt weer bij je terug met uh, Florian en Wouter. Dus zet die alvast in je agenda. En uh, de week daarna is waarschijnlijk Jacco weer terug van vakantie. Anders uh, misschien weer Cody. Want jij hebt geen vakantie deze zomer. Nee. nee, maar ik heb ze in september, ben ik in Japan. Dus al ben ook okay. Ja, precies. We zijn allemaal niet jaloers. Echt niet. <laughs> <Mooi lacht> <dan. lacht> Ron, uh, groetjes in Brabant. Ja, het komt goed hier. Hè? Het is, hier is alles anders. Ja, dat is, ja, dat is waar. Shout out rondener. Shoutout Bonus Level. Check het als ja. je meer over de Nintendo Direct wil weten. Kom even buurten bij bonus Level En als je meer over rond wil weten. Zo, ik zat dus laatst op mijn. Ik ben de enige persoon op aarde die podium gebruikt, denk ik. We gebruiken podium. Dat denk ik ja. ook. Ik heb een abonnement ja, Dat denk erop. ik ook dat de, de enige um, bent, ja. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja, ja dat denk ik ook. Want. Uh, de, volgens mij loopt het voor geen meter, maar uh, uh, ik uh, er werd mijn podcast aanbevolen en dat is bonuslevel. Hey, ja. dus ik zou, dat... zat het zwijpen van nee, hey, wat ga ik eens luisteren Kijk, en er werd mijn uh, making moves. Ja? Maar dat heb je toch continu dat dat dingen aangeraden worden of niet? Want ik heb dat ook een Ubis, uh, Ubisoft. What the fuck? Is ja, maar ik vind, ik vind het leuk. <laughs> ik vind het leuk rot, als er jonge. dingen zijn van, die, van 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 als jouw podcast wordt aangeraden of die van jou wordt aangeraden. Oh, nou, spotlight dan... ik altijd power praat en bonuslevel. Ja, ik bedoel, ik uh, kreeg die echt altijd. Ja, maar dat geeft toch een beetje trots gevoel. ja zeker. We zitten in algoritme ja dat is toch nou dat is mij doe het niet voor niks in ieder geval <laughs> nee. we worden gehoord ik dacht altijd dat podium betaalde dus ik dacht altijd weet want blijven staan wij erop ik dacht nou hoe de fuck Give me some money maar dat is er nog niet zo nee zo ze pakken conner. gewoon je feat en ze zetten neer en dat ja, hey, ja. Kun ja. hem kunnen kijken ja. Ja. dat is leuk